Ik ga u een ideetje tonen voor, om een menukaartje te maken. Een beetje voor de meer creatievelingen onder ons. Dit zal het worden. Dus u kunt het kiezen in aangepaste kleuren. Hier hebben we gekozen voor twee soorten bruin. En dan als de gast het open doet, heeft hij het menutje. Om meer bij deze tafel te passen, hebben we een hard papier in aubergine. Dus een papier van 160 gram. En dan kiest u ook voor een lichter papier. Bijvoorbeeld dit handgeschept papier. Het licht papier ga je vierkant snijden met de papiersnijmachine. En plooien eens in vier. Het harde papier moet hier eigenlijk oppassen. Dus je maakt hard papier stukjes in de vierkantjes van het licht papier. Even tonen hoe je het vouwt. Je gaat het eerst overhoeks vouwen, want deze plooi hebben we nodig om het mooi te kunnen inplooien. En dan nog eens in vier. Zo. Eén kaartje waar we een strikje hebben op bevestigd. Snijd het strikje onderaan wel mooi schuin af. Gaan we hier onder kleven. Het andere vierkante stukje, ook met een strikje aanbevestigd, kleven we eigenlijk in de andere hoek met het strikje naar links. En als alles goed is, kunnen we het mooi dichtvouwen en bekomen we een menukaartje zoals het voorbeeldje. Als u op voorhand hier een bedrukking opmaakt op het kaartje menu, of u schrijft het met sierlijke letters in bijvoorbeeld een goudstift en u noteert het menu aan de binnenzijde, dan hebt u een heel originele kaart die uw gasten zeker mee naar huis zullen nemen als aandenken. Met het overige papier kunnen we ook een origineel kaartje maken waar u de naam van de gast op kunt zetten. U neemt gewoon een langer stukje papier, plooit het in twee en u heeft er een klein knipje met de schaar in. U schrijft de naam van de gast in dezelfde goudstift bijvoorbeeld waarvoor u het minuutje gebruikt hebt en voilà. De gasten kunnen zo hun plekje aan tafel weten te vinden.